In het Nederlands Stripmuseum aan de Westerhaven is zaterdag de expositie Willem Retour geopend. Het gaat om het werk van Bernard Willem Holtrop. Willem Holtrop is mede bekend geworden doordat hij tijdens de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs onderweg was naar de redactie. De stijl van Willem is door de jaren heen wel veranderd. Ik denk dat ik nu wat directer ben geworden en dat ik beter teken, hoop ik. Ja. En dat ik beter onderin kan verbeelden wat ik wil zeggen. Willem tekent liever over de toestanden in de wereld. Die Franse politici, ik teken ze liever niet, want ze vinden het leuk om getekend te worden. Dus ik teken liever over toestanden in de wereld. Al die mensen die verdrinken in de Middellandse Zee en zo. Dat zijn echte onderwerpen. Maar niet zo'n mannetje die minister wil worden of zo. Nee. Deze expositie legt wel een bepaalde druk op de directeur van het Stripmuseum. En een bijzondere bijkomstigheid is dat Bernard Willem Holtrop, of Willem, dat is eigenlijk zijn artiestennaam, dat het een oom van je is. Dat moet toch een heel bijzonder gevoel hebben? Ja, dat vind ik natuurlijk extra leuk en dat legt ook een extra druk op mij, of dat heeft het gelegd. Hè. Ik heb me hier erg druk om gemaakt. Hier kon ik echt geen fouten in maken hè, met een familielid en zeker een oom van statuur. Ik wilde dat natuurlijk goed doen en naar mijn mening is het gelukt en ik heb hem gisteren door de tentoonstelling heen geleid en hij is bijzonder tevreden. De expositie is nog te zien tot 31 maart volgend jaar.